Goedemorgen groep 4. Ik ga met jullie kijken naar de rekenles van vandaag. En dat is blok 3, week 4, les 4. Op bladzijde 51 in je boek. Wat gaan we vandaag doen? We leren een minsom uitrekenen met een plussom. Dus als ik 5 erbij 7 weet, dan weet ik ook wat 12 eraf 5 is. Want die sommen horen bij elkaar. Kijk maar eens in je boek bij som 2 op bladzijde 51. Hoe reken ik handig? Op het rek hangen 12 shirts. Links 5 paarse en rechts 5 groene. Welke optelsom kan ik hierbij bedenken? Ik kan hierbij bedenken 5 erbij 7 is samen. Ik doe eerst 5 erbij 5 erbij. Dat is 10. Dan heb ik er nog 2 over. Dat is samen 12. Er kunnen ook 7 shirts links hangen en 5 rechts. Dan wordt mijn sommetje 7 erbij 5 is 12. Bij deze sommen kan ik ook, met deze getallen, kan ik ook een eraf som maken. Nu haalt de verkoopster 5 shirts van het rek. Ze wil ze ergens anders ophangen. Dus ik heb 12 shirts. Ik haal er 5 weg. Hoeveel hou ik nog over? Ik doe er eerst 2 af. Dat is 10. En dan nog een keer 3. Dat is 7. Andere verkoopster in de winkel die zegt: ik wil niet die 5 shirts ergens anders neerhangen. Maar ik wil die 7 groene shirts ergens anders neerhangen. Welke som hoort daar dan bij? Ik had 12 shirts. 7 shirts worden ergens anders neergehangen. Hoeveel heb ik dan nog over? 12 eraf 7 is, ik doe er eerst 2 af, dan heb ik 10. En dan doe ik er nog 5 af en dan heb ik over 5. Met deze 3, met 3 getallen kan ik dus 4 verschillende sommetjes maken. Ik kon namelijk met deze getallen ook 5 plus 7 is 12 maken. En ik kan ermee maken 7 erbij 5 is 12. Er worden steeds 3 dezelfde getallen gebruikt. En daar kan ik dan 4 sommetjes mee maken. Als ik 7 erbij 5 weet dat dat 12 is, dan kan ik dus vrij gemakkelijk de andere 3 sommen met deze getallen uitrekenen. Gaan we met een nieuw getal iets doen. En die ga ik even hieronder opschrijven. Ik heb nu 16 shirts. En 9 daarvan die hangen aan de linkerkant. Hoeveel hangen er aan de rechterkant? 16 shirts is hetzelfde als 9 erbij hoeveel? Hoeveel moet er nog bij de 9 bij om 16 te krijgen? Ik doe er eerst 1 bij, dat is 10. Dan nog 6 erbij, dat is 16. Dan heb ik er in totaal 7 bij gedaan. 9 erbij 7 is 16. Nu hangen er weer 16 shirts. En dan draai ik het om. 7 aan de ene kant en dan 9 aan de andere kant. Want ik gebruik de 3 getallen die ik hier heb gebruikt. Ik gebruik geen andere getallen. Met deze getallen kan ik 4 sommetjes maken. 2 erbij sommen en 2 eraf sommen. Dus nu komt de eraf som. Welke eraf som kan ik hierbij maken? 16 shirts eraf 9 is 7. Nou, welk andere afsommetje kan ik nog maken? Probeer maar eens na te denken en schrijf hem maar eens voor jezelf op.
16 shirts, 16 eraf, 7 is 9. Na deze uitleg gaan we som 3 maken. Hier staan 4 rijtjes. En bij elk rijtje gebruik je 3 getallen. Bij de eerste gebruik ik, haal ik dit even weg. Gebruik ik 13. En eigenlijk verdeel ik die gewoon in 6 en in 7. En met die 3 getallen kan ik 2 erbij sommen maken en 2 eraf sommen. Ik mag dus geen andere getallen gaan gebruiken. Als ik weet dat 13 is 6 plus 7, dan weet ik ook dat 13 is 7 plus 6. Dan vul ik hier in 6. Je schrijft het hele rijtje in je schrift. Bij de laatste 2 rijtjes mag je zelf gaan weten hoe ik 14 en 17 kan verdelen. Bijvoorbeeld, ik verdeel 14 in 9 en in 5. Maar het kan natuurlijk ook op een andere manier. Dan mag ik alleen deze 3 getallen gebruiken voor deze 4 sommetjes. Dus 14 is 9 erbij 5. Nou, dan draai ik hem om. Een minsom is dan 14 eraf 5. Bij 17 hetzelfde. Bedenk zelf hoe ik 17 kan verdelen. Nou, ik kan 17 bijvoorbeeld verdelen in 8 en in 9. Als je maar steeds deze 3 getallen, de 3 getallen gebruikt, je mag geen andere getallen gebruiken voor deze sommen. Dus ik krijg 4 rijtjes met sommen en in elk rijtje gebruik je 3 dezelfde getallen. Als je hiermee klaar bent, ga je som 1 doen. En som 1 is terugtellen met sprongen van 10. Dat schrijf je als volgt in je schrift. 85-75, streep je weer 10 eraf, 65 en zo de hele rij vol. En dan maak je dus de rijtjes onder elkaar. We gaan dus maken som 3 en daarna som 1. Die maak je. Voor de kinderen die een oranje bijwerkboek hebben, ga ik nu nog even het oranje bijwerkboek uitleggen. En de kinderen van de groene en gele groep, die mogen lekker aan het werk. Ik wens jullie veel succes. En voor de kinderen met het oranje boek leg ik die bladzijde nog even uit. Som 4 op bladzijde 34. Maak ter afsommen. Rijtje met gemakkelijke eraf sommen, het eerste rijtje en het tweede rijtje. Is het rijtje met de wat moeilijkere eraf sommen, maar die horen weer bij het eerste rijtje. Als ik 10 eraf 4 weet, weet ik ook 20 eraf 4. Als ik 10 eraf 6 weet, weet ik ook 20 eraf 6. Ook jullie gaan aan de slag met 3 getallen en daar maak ik 4 sommen mee. Als ik weet dat ik 11 verdeel in 6 en 5, kan ik met die 4 sommen maken. En die zie ik hieronder staan. 11 eraf 6. 11 is 6 erbij 5. 11 is 5 erbij 6. 11 is 6 eraf 5 en 11 is 5 eraf 6. Dus hier haalt de man, heeft 11 dozen en die verdeelt hij een stapeltje van 6 plus 5. Maar dat kan ik natuurlijk ook omwisselen. Kijk ik met jullie naar som 6. Als ik weet dat ik 9 verdeel in 6 en 3 kan ik met die 3 getallen 4 sommen maken. 9 is hetzelfde als 6 erbij 3. Dan 9 is hetzelfde als 3 erbij. Kijk maar in het schemaatje hieronder. Jullie gaan deze 4 rijtjes maken en je mag steeds maar
de drie getallen gebruiken. Dus als ik weet hoe ik 12 verdeel in 7 en in nog iets, dan ga ik dus die getallen gebruiken voor het hele rijtje. Hetzelfde bij 11 verdeel ik in 8 en in nog iets. Als ik dat weet, gebruik ik die getallen voor het derde rijtje. En bij het laatste rijtje is het 13 verdeel ik in 9 en in nog iets. Als ik weet wat nog iets is, gebruik ik die drie getallen bij deze vier sommen. Als jullie klaar zijn met som 4 en som 6 in het bijwerkboek of in het oranje boek, ga je som 3 doen op bladzijde 51. En dan maak je de eerste twee rijtjes van in je schrift. Dat zijn dezelfde soort sommen als som 6, alleen dan met andere getallen. Ik wens jullie heel veel succes en tot de volgende keer. Doeg!